Heineken 2018 officieel voor geopend. Dames, gefeliciteerd. U heeft nu de hoogste macht in de gemeente Ede overgedragen door de burgemeester. Eindelijk. Heeft u ook beleidsvoornemens? Nou, nog niet helemaal. Daar moeten we het nog even over hebben. Ja, we hebben wel een beetje een probleem, want u ziet er paarser uit dan de Heide. Klopt inderdaad. Maar ja, iemand moet het meebrengen, hè, de paarse kleur. Dus vandaag zijn wij het. En nu schijnen je dat tegenwoordig ook te kunnen verven. Ja. Klopt. Kan ook inderdaad, ja. Hoe bereidt u zich voor? Nou, we hebben natuurlijk een briefje liggen in de auto. Daar kijken we stiekem op wat voor informatie we kunnen krijgen. Maar verder gaan we er gewoon zo in en we kijken wel wat er gebeurt. We zien het allemaal wel. Het werd echt tijd en ik ben zo blij dat eindelijk de opening nu is geweest. Ja. Lekker genieten en we laten over ons heen komen. En meer kunnen we niet doen, denk ik. Lokale omroep Ede, zwaaien! Meneer de burgemeester, uw eerste Heideweek. Jazeker, en echt naartoe geleefd. Ik hoorde eigenlijk al het hele jaar niks anders dan de Heideweek, daar moet je bij zijn. Ah, ja. Dus het leeft wel onder de bevolking? Nou, ik hoor het er heel veel over. Ik ben natuurlijk ook naar de sponsoravonden af en toe geweest, of de sponsorbijeenkomsten. En dan zie je dat bedrijven ook gewoon het geld allemaal bij elkaar brengen om dit te organiseren. Gaat de Amstketting af deze week? Ja, die gaat zo meteen af. Hoe eerder, hoe beter. Zeg, en heeft u de boerenkiel voor de Oud-Luntense Dag al klaar liggen? Dat is geregeld, maar dat is geheim. Daar kan ik niks over zeggen, heb ik vanmiddag geleerd in Lunteren. Maar zij komt weg te lopen. Ver weg van wie ik zou volgaan. Want alleen was alles in los. Ik heb mijn best gedaan. Meer kan je niet doen, hè? Wat vind je van het publiek hier in Ede? Ja, gezellig. Ja, maar ik heb hier echt zeker 10 jaar op de camping gestaan. Dus ik ben je kind aan huis bijna. Ik hou van Ede. En treed je op de camping ook op? Nee, ja, inmiddels niet meer. Maar vroeger deed ik wel de playback show. Hier ben ik wel begonnen. Ja, het is hier wel heel zeer goed ontvangen. Ja, het was super gezellig. Vol plein. Het weer is goed. Nou ja, mijn coach Janne Hans. Wat wil je nog meer? Fantastische avond. And I got lost in my devotion, hoping for harder days. Wat vond je van om op de Heideweek te spelen? Nou, dit is volgens mij de derde keer dat we hier spelen. Of in ieder geval dan in Ede. En het is altijd heel leuk, maar je merkt wel dat het publiek heeft echt tijd nodig. Maar ik weet inmiddels dat dat niet uitmaakt. En dat iedereen wel lacht en iedereen heeft het heel leuk. Wanneer kunnen we nieuwe muziek verwachten? Februari dus. Nee, maart. Dat is heel leuk. En er komen allemaal nummers op, allemaal hele andere stijlen weer. Weet je hoe ik het altijd doe. Ietsje harder, ietsje zachter, ietsje elektronischer, ietsje kleiner. Ja, het is gewoon weer ook van alles wat. En ik ben heel veel in het Nederlands ook weer aan het doen. En we gaan weer op de theatertour en zo. En dan komt alles wel weer langs. En dan jij ook waarschijnlijk. En althans, dat hoop ik dan. En ik denk dat het leuk wordt. Ik heb er heel veel zin in.